Ik hoop dat jullie het gehoord hebben en dat jullie het nog horen. Maar dat is dus een merel en dat vind ik zo mooi. Maar ja, ik sta weer op de berm. En er staat er eentje in mijn keuken. Wow! Ben jij dat? Nou schat. Zo. De bril die zakt af. Brul zat dat. Ja. Nou. Mag je even voorstellen aan mijn volgers? Ah, ik ben Brul. Hele goedemorgen lieve vrienden en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer een maandag, de 17e van de 4e 2023. En we leven om 11:26. Ik ga zo eerst even lekker met meisjes lopen en het is hier grijs en grauw weer. Ja, maar de zon is gebleven, ik weet het niet, maar ik ben er kwijt. Ja. Vind ik niet leuk. Nee. Wie helpt zoeken naar de zon? Als ze bij jullie ook weg is, kennen jullie ook gaan zoeken. Ja. Ik krijg vandaag weer hulp. Weet niet hoe het klikt. Dat is ook nog maar af te wachten. Ik kan ook niet klikken. Je weet het niet, hè. Het moet wel een klik zijn. Maar in ieder geval, ik heb weer hulp. En dat is een schoonmaak, huishoudelijke schoonmaakbedrijf, Libel. Ja, en die zit gewoon hier in Den Helder, dus ja. Helemaal top, helemaal geweldig, we wachten het af. Die vrouw heet Wil, dat weet ik ook, Wil wel, ja, Wil wel. Nou ja, laat het hopen dat ze het wilt. Ze komt rond een uur of een, ja, om 1 uur, zoiets dergelijks. Nou ja, we zullen zien of ze koffie wilt eerst. Ja, dat lijkt me wel zo prettig, want je moet eerst elkaar leren kennen, dacht ik zo. Dus ja, en dan maar aan het werk, hè. Ja, dan zullen we het beleven. En dan morgenmiddag komt de booster, de nieuwe, tenminste de nieuwe, ik verwacht geen nieuw hoor, maar deze is ook niet nieuw, want anders had ik dit niet gedaan. Maar in ieder geval een andere booster, scootmobiel, voor degene die niet weten wat een booster is, een scootmobiel. Ja, wij zeggen hier in Den Helder een booster. Ja, dat, we zullen beleven hoe en wat. Dus dat is in het verschiet voor vandaag en morgen. Ik weet niet wat ik ga doen als die Wil weer weg is. Of ik dan ook nog weg ga. Ik denk het niet op deze rotmoester, nee. Maar thuis blijven en andere dingetjes gaan doen. En ja, de camera moet weer leeg, mijn telefoon moet leeg. Want ik heb geen spullen meer om te bewerken. Nee, en dat moet wel even gedaan worden. Dus ja, dat dus allemaal, lieve vrienden. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet ook weer een beetje met ons mee. Ik hoop dat jullie het gehoord hebben en dat jullie het nog horen. Maar dat is dus een merel en dat vind ik zo mooi.
Maar ja, ik sta hier op de berm om te lopen met de dames. En dat wil zo niet. Zo. Die kant op. Wachten. Zo. We gaan die kant op. En dan lopen we straks daar weer. Nog verder dan die man met het hondje aan de andere kant van die hekken. En dus ja. Maar ik vind dat zo mooi, zo bijzonder. Hoe dat het geluid uit dat kleine lijfje kunnen halen. Kijk, en daar loopt er ook nog een geval. Maar ja, voordat er weer auto's komen, dan ruim ik jullie toch wel weer even op, want het werkt heel moeilijk hier. Ook heuveltje op, heuveltje af. Dus ja, ze zeggen geniet van alles met wat jullie doen. En tot straks. Ik ben weer met meisjes thuis en ik heb de tuin al opgeruimd, want ja, die zag er ook niet uit natuurlijk, allemaal... Hoopjes bruin spul van de meisjes, dus ja. You're crazy. Je bent te gek. Hé, je bent een gek. Moet je nog naar buiten dan? Naartoe dan? Moeten jullie nog naar buiten dan? Nou, kan nog wel even. Doei. Er is niks, maar in ieder geval. Naar buiten willen kunnen ze gaan. En ik ben even met een bakje koffie bezig. Dat moet kunnen. Ja. Lekker een bakje koffie. En zolang wil zij niet buiten. Oh, ze zijn aan het gek doen, dat kennen ook. Ja, zie je? Staat ze tegen het raam op, aan de deur. Hé, hey, ja joh! Easy! Kom je ook weer, Rijka? Rijka? Zie je ze vliegen? Hallo. Nou, dan niet. Blijf toch lekker buiten. Hé, ja nou, moeten ze zelf weten. Hé, moeten ze zelf weten, nee. Ja. Wat is het dan? Wat is het dan? Hé, wat is het dan, schat? Wat is het dan? Wat is er dan? Dat is toch niks? Strakjes, daar komt die mevrouw. Ja. Ja. Dus. Maar in ieder geval, ja. Dat dus allemaal. Zo. Twee gekke meisjes, hè? Ja, twee gekke meisjes. En ja, misschien ben ik het ook hoor, dan hebben ze het van mij. Ja, hebben ze het niet voor een vreemd. Ja, hè? Vrouwtje ook gek, hè? Ja, ja. Moet jij gapen? Nou, als je moet gapen, dan moet je gaan slapen. Ja, ik had zo vaak gezegd. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik weet natuurlijk niet hoe het ruilt en zeilt, maar als er straks is, ik weet niet of ik mag vloggen. Tenminste, ik hou wel rekening ermee met hoe ze er wat is. En zij moeten zelf ook rekening mee houden. Ja, ik bedoel, het staat niet voor niks op mijn deur aangegeven dat ik een vlogster ben. En dat er wordt gevlogd, zowel in huis, zowel buitenshuis. Ja, daar moeten ze wel opletten, vind ik. En ik weet wat ik van mensen mag filmen die er niet op willen. Dat is sowieso de voeten, ja. Dat mag. Want dat aan de voeten kan je eten, er niet herkenbaar.
Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik heb er ook het bedrijf aangegeven dat ik een vlogster ben. En die vindt het helemaal niet erg. Ik moet het alleen nog met degene die bij mij werkt in overleg doen. Wil ze het wel, wil ze het. Wil ze het niet, dan wil ze het niet. Nou ja, daar moet ik mee dealen. En jullie ook. Ja. Kan je niks doen. Het is nou eenmaal zo. En ja, ieder het zijne, hè. Dus, maar ik zou zeggen, ik heb een lekker bakje koffie, ik ga lekker van de koffie genieten en ik ga mijn camera legen en mijn mobiel legen, dan kan ik weer aan het werk, ja. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag, het zonnetje is hier een beetje bezig, maar of die er doorheen gaat komen, Joost mag het weten. En er zit een duifje op mijn lantaarnpaal daarop. Ik zeg al, mijn lantaarnpaal, ach ja, het staat bij mijn huis. Ik huur, ja, een houtduisje. Ja, dus ja, ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon weer een beetje met ons mee. Hé, hey, kereltje, Gandalfie. Is het Gandalfie? Ja, is mijn Gandalfie, hé? Hey? Ja. Het zint hem niks, hij lag boven op bed, maar het zint hem niks, want er is een vreemde in huis, ja. En die heeft al kennis gemaakt, die heeft al kennis gemaakt. En die vindt hem wel lief, hè. Ze is goedgekeurd, hè. Ja, hè. Ze is net zo gek als vrouwtje, hè. Ja. Ja. Net zo gek als wij, hè. Ja. Ja, toch, Rijka? Ja, hè. Ja, wil die wil wel. Ja. En ze komt straks ook op de vlog. Ja, dat vindt ze helemaal niet erg. Nee. Dus dat wordt leuk, dat wordt gezellig. Hé? Ja. Het is je schat. Oeh, je hebt daar een handdoek liggen. Moet die over je heen, zo? Dekentje? Dekentje. Oh, lekker dekentje. Lekker, hè? Boefie. Ja, nou, ik heb dus de camera leeg en ik heb mijn telefoon ook geleeg. Daar staat alles weer, dus ik heb weer aan de gang. Dus dat gaan we doen. Zo zeg het tot later. Ja, dan ben ik met worteltjes bezig. Ik denk, nou, ik probeer Elwing en Rijk ook te geven. Wat denken jullie? Nou, twee keer niks dus. Laat het nog leggen, ze moeten het niet. Nee. Maar in ieder geval. Ja, kijk, Rijka wel. Dat geloof ik van wel. Maar Elwing sowieso niet. En er staat er eentje in mijn keuken. Wow! Ja, dat ben ik. Ben jij dat? Dat schat. Zo. De bril die zakt af. De bril zakt af. Ja. Nou, mag je even voorstellen aan mijn volgers? Hi, ik ben Wil. Wil, Wil, Wil. Ja, het ligt eraan wat Wil wilt, hè? Inderdaad. Ja. En zit een kaal kopje, maar zit ook een pruik en die ligt hier. Ja. Mijn cavia. Ja. Mijn kaart. Cavia. Ja, geweldig. Ja. Ja. En ik was met de wortels bezig en ik denk, nou, ik probeer. Ja. Toch? Ja, ik vind het lekker, maar ja, de meiden, dus tenminste Elwing, die moet het niet. Nee. Nee. Want zij het nou al op het week niet. Ja, maar alle meiden, kiek. Lekker, lekker, lekker. Ja, ja. Worteltjes, worteltjes. Worteltjes, ja, maar dat is lekker. Ja. En Morchidee, die doet ook goed. Ja. Enkel deze wil nog niet. Ja. Daar komt nog niks aan, dan enkel een nieuw blad. Ja, je hebt tijd nodig. Ja, zeker. Dus ja, dat dus. Heet op, meisje. Nou, en Rijka, heet op. Nee, het ligt een stukje op de grond. Kom, we praten. Daar. Daar ligt een stukje. Ja. Moet je niet? Ook niet? Je bent maar een mal meisje. Ja. Een mal kind. Ja.
Dus ja, nou ja, ik zal het opruimen, want daar ligt nog meer in de mand. Dat gaat even weg en laat dat. Zat hem op buiten? De grijze. Hij is al bijna vol. Ah, dat weet ik. Maak hem nog mooi op. We laten dat, hè? Ja, we laten dat. Gebeurt niet. Zo, ja. Oh, nou wil ik die weer wel. Ik weet het niet, hoor, met jullie. Nou ja, in ieder geval, we zullen het beleven. En anders gaat het weg. Zo, ik ga verder aan de wortels en zometeen nog een bakje koffie. Ja, lieve vrienden, ik denk dat jullie het wel zullen zien aan mijn gezicht. Ik ben zo enorm blij, ja. Dat ze is goed. Ik stond denk ik op versteld. Ze ging bovenop de kast schoonmaken. Ze stond gewoon op de grond en ze kon er gewoon bij. Zo, daar heb ik nog niet eerder meegemaakt dat er iemand bij kan vanaf de grond, weet je. Ik denk, halleluja. Nou ja, helemaal top. En ze is op de vensterbank. Nooit niet gezien. De vensterbank schoon heeft gemaakt. Nog nooit. Altijd zelf gedaan. Ik heb wel gezegd, van dat doe ik zelf. Dus ja, dat komt ook wel goed. En de rest heeft ze allemaal gedaan. Ja. Zelfs de laptop van mijn mannetje. Nou, toppie toch. Helemaal geweldig. Ik ben er blij mee, ja. Ze heeft boven gedaan. Ze heeft boven ook gedweild, beneden niet, maar ze heeft wel gezogen, gestoft. Ze is ook langer geweest dan het eigenlijk nodig is, hè. Maar ja, oké, we hebben eerst een hele tijd zitten te kwekken. Dat telt ze eraf, hè. Ja, maar volgens mij heeft ze langer gewerkt ook dan het nodig is geweest. Dus ja, helemaal leuk. Ja, ik ben er blij mee, echt. Jij ook, hè, Elwin? Vind je het ook goed? Wel een lieve vrouw, hè? Hé, wel een lieve vrouw, hè? Ja. Wat is het, Dikkie? Hé? Oh, goeie. Oh, goeie. Hé? Oh, ja. En jij keurt er ook goed, hè? Ja, je hebt er ook goed gekeurd, hè? Ja. Dus ja, dat is. Nou, ik ga zo meteen eventjes Tom maar dat rode gevaar te pakken. Want ik heb mezelf nog eventjes een extra set vleeswaren doosjes beloofd van de Vibra. Ja, dus als de ene in de bij de afwas staat, dan kan ik de ander weer. Gebruiken, dan kan die oude kennen, ja, die kennen altijd nog wel gebruikt worden voor bij de kringloop. Dus dat gaat naar de kringloop toe. Ja, en zodra ik een betere booster heb, dan ga ik inderdaad ook daar weer eens mee beginnen om spullen naar de kringloopwinkel te brengen, want ik heb boven genoeg staan. Ja, er staat een vuilniszak, er staat een tas, weet ik veel. Dat kan allemaal al weg en dan kan ik weer opnieuw gaan verzamelen. Ja. Ja, ik moest om een staart van Elwin denken. Ja. Ja, dat dus. Dus ja, ik ga er even de vandoor en de telefoon gaat mee, dus jullie zijn sowieso mee. En ik ga sowieso even naar de Vibra. Nou, dat is hier vlakbij, 2 straten verderop. 3 straten. 1. 2. 2. Ik ben even aan het denken hoor. 1. Dat is 2. Dat is 3. De 4 straten verderop. Ja. Dus ja, dat is makkelijk te doen. Met deze booster. En voor de rest. Nou ja, ben ik even weer buiten. Even frisse neus. Het is 11 graden. En ik moet ook straks weer de meisjes uitlaten. De worteltjes die zijn gaar, dus dat is ook klaar. Ik moet even nog vleesje bakken. Komt helemaal goed. Hé, Elwin? Zeg maar ja. Dus ik zeg, geniet ze en geniet gewoon weer een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, jullie zien. Ik heb lekker weer een maaltje voor mijn neus staan.
Een lekkere bratenworstje met worteltjes. Ja, lekker, lekker, lekker. En een sappie. Ja. En een koffie. En voor mijn vleesje, mijn braadworstje, knoflooksaus. Ja. Dus dat wordt smullen, smullen, smullen. En daar ligt onze Rijka. En daar onze Elwin. Mijn meisjes. En ik heb er net even heerlijk aan het bellen geweest. Met onze Francis. Jopse. Die was, geloof ik, vorig jaar. Of het jaar daarvoor, ik weet het al niet meer. Kunnen jullie nagaan? Maar in ieder geval, die is toen een week bij mij geweest. Dus als jullie naar vorig jaar of het jaar daarvoor gaan op mijn YouTube-kanaal, dan komen jullie haar vast wel tegen ergens in een vlog. Ja, Francis Jopse. Dus ja, helemaal gezellig. Ja. Maar ja, ze zit in Lappamand, dus ja. Dat komt hopelijk ooit goed, maar dat weten we niet. Maar we hopen het wel. Hè, Alwin? Ja, echt waar. Hè, Rijka? Ja. Maar ik ga lekker eten. Ik zou zeggen, geniet ook als jullie laat zijn van jullie eten. En zo niet, nou ja, mag het wel bekomen. En een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En tot later. Wat doe jij daar? Wat doe jij daar? Mag ik dat kastje nog dicht doen? Dank u. De meisjes die staan klaar, want we gaan lekker naar bedje toe. Ja, hè, meisjes? Gaan we naar bedje toe? Jij? En dan zeggen we wel trusten, lieve vrienden. Morgen is er weer een nieuwe dag. Hè? Of niet dan, Rijka? Ja, hè? Ja. Want hoe laat is het nou? Nou, jullie zien het. Dus we gaan lekker naar bed. En jullie weten het. God houdt over ons allemaal de wacht. Dus ik zeg, samen met mijn meisjes, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.